Ik denk dat, dat wat voor mij heel belangrijk is, waarvan ik merk dat, dat jongeren die ik spreek, of mensen met dezelfde achtergrond, die dat best wel met elkaar delen, is gewoon toch heel erg altijd een soort bewijsdrang hebben overgehouden aan het feit dat je niet voldeed aan alle normen. Uh, waar andere kindjes wel aan voldeden. Dus ik had heel erg dat. Het maakt niet uit wat voor kleertjes ik uiteindelijk had. of, of hoe erg ik mijn best deed. Ik voelde me altijd toch een beetje het. Ja, ik, ik heb daar niet een woord voor. Maar ik voelde me altijd toch echt anders. dan, dan de andere kindjes bij mij in de klas. of dan de andere leerlingen. Mm -hmm. En ik voelde me altijd net een stukje. Um, ik weet niet of het geaccepteerd was, maar het, het lag hem gewoon in kleine. kleine momenten die ik dan niet die ik dan niet heb ik heb dit bijvoorbeeld nooit verteld maar ik weet nog dat ik altijd wij woonden in Aalsmeer en dan wij woonden dan echt in de rijtjeshuizen zeg maar ja. maar in Aalsmeer heb je best wel veel grote huizen en dat zijn dan echt van die gigantische villa's en die zaten dan om de hoek van mijn huis en dan ging ik altijd um, met één vriendinnetje ging ik altijd naar haar toe lopen en dan gingen we met haar scooter we naar school naar ja. Amstelveen en op een dag toen ik daar kwam zei die moeder van haar zij zo kom je weer gebruik maken van de diensten en dat heeft me zo erg. Ik kan nog steeds zit dat zo erg in mijn hoofd. Want door dat soort opmerkingen voelde ik me altijd een soort derde rang. Of zo. Ik voelde me altijd alsof ik een soort charity case was. Alsof het net niet goed genoeg was. Weet je wel. En dat heeft bij mij geresulteerd oh, in een soort mega bewijsdrang. Dat ik altijd vanaf, vanaf het moment dat ik echt wist van oké, okay, ik, uh, ik begon met mijn twaalfde in een cactuskwekerij te werken. Ja. Vanaf dat moment dacht ik al van nee, ik ga gewoon niet. Dit gaat niet mijn leven zijn. Weet je? Nee. Ik ga gewoon echt zorgen dat. En, en die bewijsdrang is goed als je ziet naar wat het mij heeft gebracht. Maar het is ergens ook niet een goede plek, vind ik. om vanuit die reactie, vanuit die woede en um, onmacht. om daaruit je successen te willen, willen putten, zeg maar. Als je kijkt nou naar jouw motivatie, in hoeverre is dat nog die boosheid over dit soort opmerkingen, die woede? En hoeveel is het intrinsiek van iets willen bouwen? Nou, ik denk of iets, nu, iets nieuws creëren. Ja, iets creëren. Wat, 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 want creëren wat is, is de, wel mijn. Creëren. favoriete uh, bezigheid. Iets maken, ja. iets creëren. Want dat is wat ik zie. Je doet echt, echt. Hè? Ja. Je, doet, je doet hele vernieuwende dingen. Oh, je doet hele vernieuwende dingen. Dus, dus ja. hoe zit die verhouding nou? Ja, ik, ik denk dat ik mezelf voor de gek zou houden. als ik uh, zou denken dat, dat er niet nog steeds dat kleine meisje in me zit. die nog steeds wil bewijzen dat ze wel goed genoeg is. Ja. Ik denk dat het een stuk minder is hoor. Het is, het is ze zeker 70-80 procent is nu echt vanuit um, ook de wetenschap en de kennis wat je allemaal kan doen. Hoe mooi democratisch het is dat je, dat je online zoveel kan opbouwen zonder dat je de middelen hebt. Weet je? Dat, dat is ook hoe het ooit bij mij is begonnen. Maar er zit echt nog wel een heel stuk. Ja, het is gewoon een bewijsdrang die niet helemaal. Um, die niet zorgt voor innerlijke rust. Want nee. je zult altijd, wil ik toch een soort validatie. Niet eens van het publiek, maar wel gewoon vanuit mijn prestaties. Dat ik kan zeggen van, ah, oh, zie je wel? Ik kan het wel. Ik ben wel goed genoeg. Ik hoor er ook bij. Ik, ik mag ook hier meedoen. En ja, dat zit er wel nog steeds in, ja. Ja, nou ja, de, de, maar zit, zit het je nog in de weg? Want het is een hele fijne energiebron. Een hele fijne ik merk bij wat voor mij altijd nog steeds werkt als mensen tegen mij zeggen maar dat kan niet als, ja. ik, als je me echt hard wil ja. laten lopen is, zeg, het kan is, niet. is is het kan niet of ja. het gaat niet goed of je lukt ja. het niet of je dat is de beste de, de, je ja. kan mij niet meer motiveren dan of me onderschatten ja. uh, maar onderschatten dat, vind ik heel fijn dat, ja toch ja als iemand me onderschatten, ben ik echt super super blij mee denk ik oké okay, is goed denk jij dat is dat stop dan hebben ze geen verwachtingen kan het alleen maar meevallen All good. Maar ik vertelde daarom, daar ga daar even on onderschatten. Dat vind ik leuk. Want ik vertelde een vriend van mij dat ik uh, vandaag met jou aan de podcast uh, zou zitten. Ja. Yeah. En ik. Uh, Wat vertel, zei die? En ik vertelde. Maar hoezo? Waar ga je het dan waar ga je het over hebben? Ja. He, ik heb je wist je niet bedrijf? dat je verstand had van uh, make-up. Weet je, dat, mm. soort, uh, dat soort teksten. Mm -hmm. uh, en het is, ik ja, maar ze is, sorry, maar ze heeft een super succesvol Ze is koemlaude afgezit. Kan ik van jou trouwens niet zeggen lang studeren. Mm. Uh, en uh, oh, oh, dat wist ik eigenlijk niet. En ik ja. heb het idee dat het beeld wat er van jou is, als super oppervlakkig, uh, gewoon mooie foto's online zetten, klaar. Ja. Dat dat uh, onevenredig groot is ten opzichte van wie je echt bent. En mm. dat dat daarmee jouw het, het merk, uh, een, een, een marketing en identiteit, dat dat op de een of andere manier niet, niet matcht. Nee. Niet matcht ofzo. Is ook echt zo. Daar worstel ik ook echt mee nu. Omdat ik ook niet zo goed weet um, hoe ik dit moet turnen zeg maar. Want ik, heb, ik ben bang dat als je dat heel erg weer gaat willen, willen ombuigen, dat het dan een soort van: oh, maar kijk mij nou. Ik, wil, ik, ik ben, ben wel, ja, ik heb wel. Ja, ik, heb wel, ik, kan wel, ik ben wel slim en ik kan wel dit. En ik, kan dit en, en ik denk dat, dat als dat vanuit mij komt nu. Dat dat, dat dat ook weer helemaal de verkeerde kant op gaat slaan. Want dan lijkt het alsof je heel erg iets wil gaan ombuigen... Ja. om maar te laten zien dat je het tegenovergestelde bent... van wat mensen denken. Ja, record. Ik, volgens mij is het ook niet jouw probleem, zeg maar. Dus het, zegt, het is ook gewoon seksisme, denk ik. Ja. Uh, uh, en vooroordelen uh, die, die, er, die er zitten. Ja. Uh, ik denk dat het al een veel minder groot probleem is... als je man was geweest. Dan denk ik dat, denk er, ik dan denk ik dat er al op een hele andere manier... naar je zou worden, worden gekeken. En dat is... Een verantwoordelijkheid van de samenleving en niet, niet van jou, als, niet, nee, niet van jou is, als individu. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je die connectie, en zeker vanuit het oog wat ik, wat ik zelf heel belangrijk ja. vind, en dat is wel gewoon educatie en, en, en de jongeren. Ja. Is het wel, vind ik het wel heel relevant om na te denken um, hoe ik mezelf kan inzetten op andere manieren.